stukje. Geniet, maar app met mate. Dat zou een kop van een artikel kunnen zijn. Ja. We zijn er druk mee bezig. Het gaat echt heus gebeuren. Via een drone komt de nieuwe aflevering van Uitbuik zo rechtstreeks voor je deur te liggen. Tot die tijd moet je het toch even doen met YouTube. Maar dat is niet erg, want wat is er vandaag op YouTube te zien, Dennis? Wederom een nieuwe Apple tablet. Jawel. Een heel speciale Android smartphone die alleen werkt als je in een straal van 50 meter bij je huis bent. En de Samsung Galaxy S5. Dit is een nieuwe aflevering van Uitbeken. Uitbeken? Uitbuiken, aflevering 13. En soms heb je producten die je per se moet bespreken eigenlijk in Uitbuiken. En dan wil je ze bespreken en dan heb je een vergadering op de redactie. En dan denk ik eigenlijk, ja, wat moet ik hier nou over kwijt? De iPad Mini Retina. Het is prachtig. Het heeft hele nieuwe specificaties. Het is helemaal vlugger. Maar het is eigenlijk gewoon een iPad Mini. Met een Retina scherm, toch? Nee. Oh. Ligt toe, Dennis. Hij is natuurlijk ook ontzettend veel krachtiger. Ja. En sneller. En beter. En er zit een goede, een betere accu in, dus hij is wel, ik bedoel, het is wel een flinke upgrade hoor, vanaf de originele iPad Mini. Ja, dat is waar. Maar alleen in wezen is de functionaliteit nog exact hetzelfde, toch? Ja, precies hetzelfde. Het is alleen wat scherper nu. Want de iPad Air is bijvoorbeeld wel een complete verbetering ten opzichte van alle andere iPads. Omdat hij wat platter is. Ja, en iets lichter. Ja. En betere camera, ja. Sneller. Nee, deze is inderdaad... A7 processor. Ja, A6, maar dat heeft deze ook allemaal. Alleen, ziet hij hetzelfde uit als de originele iPad Mini. Met een Retina-scherm. Ja, dat is het meest in het oog springende verbetering. Ja, en dat is natuurlijk ook wel erg in het oog springend. Ik bedoel, zie dat scherm en dat vind jij het ongetwijfeld ook. Maar het grote punt is, heb je nou wat aan zo'n Retina-scherm op zo'n klein schermpje? Ja, het is natuurlijk veel fijner. Dat weet jij als geen ander. Ja, ik hou van Retina. Ja. Ik ben natuurlijk fan van de Retina-fenomeen. Maar feit is wel, kijk, je gebruikt zo'n iPad Mini vooral echt om te consumeren. Dus niet om te creëren, zoals Samsung altijd zegt. Maar... je gebruikt hem om films te kijken, een boekje te lezen en af en toe een beetje te internetten. Ja. En een beetje te gamen. Ja. Maar van al die vier dingen is de resolutie eigenlijk nooit zo hoog als een retinascherm aan kan. Met andere woorden, als jij een filmpje zit te kijken, dan kijk je een Full HD filmpje. Ja, en de beeldschermresolutie is hoger. Ja. Ja, dus haal je nooit het maximaal eruit. Nog zeg jij niet, nu. Nee. Nog maar niet. Heb je dan wel retina op een grote iPad nodig? Nou, dat zeg ik eerder ja, omdat daar het scherm wat groter van is, dus zie je pixels sneller. Ja, oké. Okay. Pixels dus zijn eigenlijk een heel simpel theorietje. Ja, dus het is een beetje overbodige luxe is wat jij betoogt hier. Nou, dat vind ik kan ook weer ver gaan. Het is wel lekker hoor. Het is ook lekker en als je fotograaf bent, dan kan je natuurlijk prachtig al je content laten zien of zo, noem maar wat, aan je opdrachtgevers. Het ziet er ook gewoon lekker uit en het formaat is ook weer fijn. Het is gewoon een fijn apparaat. Ja. Maar ja, het is ook weer niet heel spectaculair. Nee, maar wel een belangrijke upgrade voor binnen het iPad Mini segment. Goed gezegd. Dit is een belangrijke upgrade. Wat nog veel belangrijker is, is het laatste nieuws. De strijd om jouw tv gaat binnenkort volop losbarsten. De geruchten over een Apple TV die gaan natuurlijk al een hele tijd. Maar ook Google gaat zich in de strijd mengen. En wel met een Nexus-apparaat. Net als de smartphones en tablets. Het zou gaan om een soort set-top box die een kale versie van Android voorziet. En die is dan voornamelijk gemaakt om ontwikkelaars te laten wennen op Android op je tv-scherm. Ben jij nou toevallig een zware crimineel en kijk jij dit filmpje vanuit de bak en kom je binnenkort vrij en wil je weer, heb je weer de neiging om misdaden te plegen, dan is één ding belangrijk om te weten. De FBI houdt jou in de gaten en wel middels je webcam. Hoe? Nou, ze hebben malware. En daarmee kunnen ze jouw webcam eigenlijk een soort van hacken, laten we het zo zeggen. En zelfs zo hacken dat jij niet ziet dat je webcam aanstaat. Dus zit je nou toevallig iets illegaals te doen en dan heb je je webcam in de buurt, kunnen ze jou gewoon zien. Dus als jij nou crimineel bent, gewoon even je webcam afplakken, dan komt het allemaal goed. Zit je iets illegaals te doen? Ja, zoals wat? Ja, dat weet ik ook niet. Weet ik ook niet, dames en heren. Iets illegaals. Ik heb eens even een illegaal Word-document bewerkt. 11 december, als de geruchten kloppen, is dat de dag waarop Asus zijn nieuwe padfoon gaat aankondigen. En omdat ze zo lekker hip zijn, gaan ze helemaal mee met de trend. En komen ze dus met een mini-variant. Want het hoort tegenwoordig. Alles moet mini. Het gaat dan om een 4,3-inch smartphone en een bijbehorende 7 of 8-inch tablet. Dit formaat ongeveer, waarin je de smartphone moet schuiven. Het idee is natuurlijk hetzelfde als de iPad. De Padfone Infinity.
Dat is een 5-inch smartphone en een 10-inch tablet die helemaal niks doet totdat je de smartphone erin schuift. En het, ik vind het een briljant concept nog steeds. Ja, hij vindt het altijd briljant. Ik vind het altijd volstrekt zinloos. En de rest van de wereld is met me eens. Ik wou het even gezegd hebben. Zo. Een van de grootste mysterieën in het leven is niet of God wel bestaat of wat je gaat doen als je doodgaat. Nee, het is natuurlijk de vraag waarom het altijd zo is dat als jij een USB-plugje in je smartphone of laptop in je laptop wil steken, waarom dat dan niet goed gaat. Waarom je altijd de verkeerde kant kiest. Weet je, hier, ik heb hier een USB-dingetje, zo. En dan wil ik hem erin steken en dan kies ik altijd, ja, weer verkeerd, serieus weer verkeerd. Nou, daar is dus serieus een groep, dat heet de USB Promoter Group. Ik bedoel, doe wat met je leven, die bestaat. Die is hier, heeft hier tabak van, zoals ze mooi heet. Met andere woorden, zij zijn een nieuwe USB-systeem aan het ontwikkelen. Die is kleiner en kan zowel altijd worden gebruikt, dus je hoeft niet meer te twijfelen. Eigenlijk een beetje dus een lightning connector, maar dan in USB 3.0 versie. Belangrijke nuance is wel dat het dan misschien niet op alle USB-producten werkt. Dus ja, een beetje hetzelfde als een lightning connector. Ja, niet backward compatible. Maar toch, go USB connector groep. Ja. Mocht jij nou een zaklamp app op je Android smartphone gebruiken, check dan eventjes welke het is. Want als je de app Brightest Flashlight Free hebt, dan worden je gegevens en je unieke toestelnummer doorverkocht aan advertentieboeren, zonder dat je het weet. De app heeft tussen de 50 en de 100 miljoen gebruikers, dus de kans is groot dat er iemand nu kijkt die dat ook heeft. Jij, waarschijnlijk. De kans, we hebben eventjes gecheckt in de Play Store trouwens, en er zijn best wel veel zaklamp-apps die allerlei gegevens van je telefoon nodig hebben. En dat is natuurlijk complete onzin. Om een lampje aan te zetten hoef je echt niet in de belgeschiedenis en je contactenlijst te zetten. Dus check eventjes goed wat voor app je hebt. Dus ze zijn ook gewoon met locatiedeling, hè? Dat ze weten waar jij je lamp wil aanzet. Ja, onzin. Download je app responsible. Tegenwoordig zijn we natuurlijk constant overal en altijd connected en soms wordt het wel een beetje te veel. Nou, is er een fabrikant die dat helemaal goed door heeft gekregen en die heeft dus een speciale Android-telefoon die ontzettend hip is. Het is een Android-telefoon die niet te gebruiken is als je verder dan 50 meter van je huis bent. En daardoor heb je dus wat minder ruis op de lijn en meer tijd voor jezelf. Dat is het idee achter deze Gigazet SL930. Dennis probeert gewoon te zeggen dat dit gewoon een huistelefoon is. Toch? Inderdaad, maar dan wel met Android. Ja, volstrekt zinloos. Oh. Oh, sorry. Ik kom altijd zo met de deur in huis. Ja, ik vind dat zo jammer. Sowieso een huistelefoon, laten we daar eens over hebben. Huistelefoon, wie gebruikt nog een huistelefoon? Nou, ik. Nee. Maar daar kwam ik zelf eigenlijk achter toen we dit ding opgestuurd kregen. Want ik heb dus een Ziggo alles in één pakket. Okay. En dan heb je een telefoon. Dus ik kan in theorie, kun je mij thuis laten bellen. Ik weet het nummer niet. En okay. Niemand weet het nummer. Je hebt een aansluiting, maar je gebruikt geen huistelefoon. Nee, natuurlijk niet. Jij toch ook niet? Nee, ik heb niet eens een aansluiting. Cameraman? Nee, ook niet. Nee. Hij heeft Android 4.0, ook niet de meest recente versie. Het beeldscherm is ook niet de meest recente versie van wat je kunt krijgen. Met een 480x320 resolutie. Zo, daar hebben we dat goede stuk. Ik pak het maar direct met euch zusammen aus. Da is ich hier ordentlich verpakt. Ik kan wel bijvoorbeeld een spelletje spelen. Ik kan gewoon Clash of the Clans spelen hier live in de uitzending. Maar, op mijn huistelefoon. Gert, moet je luisteren. Als jij zo geobsedeerd bent door het spelen van dit soort spelletjes, dan heb je waarschijnlijk al lang een smartphone of een tablet. Ja. En dan ga je niet nog eens €200 uitgeven voor een huistelefoon. Nee, dat ben ik volstrekt met je eens. Oké. Wat ik niet begrijp, ja, is waarom dat hele dekgebeuren niet gewoon in de smartphones is ingebouwd. Dus dat je onderweg kan je gewoon op 3G of 4G zitten. En zodra je thuis bent, maakt die connectie met je base station. En dan kan je dus gewoon via het vaste netwerk bellen. Is dat niet je idee? Ik vind het een heel goed idee. Het zal denk ik iets technisch zijn waardoor het niet kan. Misschien is het voor 2014 dit. 2014 wordt het jaar van de dektelefoons. Je hoort het hier voor het eerst. Nou, dat is een heel mooi bruggetje voor wat er ook in 2014 gaat komen. Want de Samsung Galaxy S5 zal dan ongetwijfeld gelanceerd worden. Het toestel bestaat nog niet. We weten er eigenlijk helemaal niks van. We weten ook helemaal niet of Samsung überhaupt bezig is met de productie. Maar ga nu lekker googlen. En het regent geruchten. En dus dachten wij, laten wij daar maar lekker de stelling aan gaan wijden. Want wat vinden wij van Samsung Galaxy telefoons? Nou, we vinden het ontzettend mooie toestellen met fantastische specificaties. Dat kun je wel aan Samsung overlaten. Maar elke keer als we hem in handen kregen, dan was het toch altijd van, het is wel heel veel plastic. Plastic gebeuren. Plastic, ja. Fantastic. En voor zo'n toestel is dat altijd een beetje zonde. Vandaar de stelling.
Een aluminiumbehuizing is de belangrijkste verbetering van de Samsung Galaxy S5. En zo'n 55% was het daarmee eens en 45% dus niet. Close call. Ja, inderdaad. Dat verrassend. Tegenstanders vinden onder meer dat aluminium te kwetsbaar is, zo zij broodschappen doen. Te snel krassen, deuken, weet ik veel wat. En ook zijn ze bang dat het toestel veel zwaarder wordt, zeiden Mark van Zochel en Matthijs. Ja, daar ben ik het dus eigenlijk niet mee eens. Want? Nou, de iPhone 5S is toch ook van aluminium? Ja. En die is toch hartstikke licht? Ja, maar misschien zou die nog wel veel lichter zijn als het van plastic zou zijn. Ja, maar dan heb je een telefoon, Dennis, die gewoon geen telefoonbaar is, maar dan heb je niks in je hand. Dan zit je zo te bellen en dan... Ja. Ja, ik vind het ook niet erg om iets in je hand te hebben. Bij de iPhone 5S heb ik niet het idee dat die overdreven zwaar is. Nee, precies. Hetzelfde als je zeg maar, gaat fotograferen met een extreem lichte camera, is ook kut. Ja, mag best wat gewicht hebben. Ja. Lichter is niet altijd beter. Wel een groot nadeel is overigens dat veel aluminium telefoons met een unibody behuizing niet meer de mogelijkheid hebben om een SD-kaart in te doen of dat je de accu kunt verwisselen ofzo. Ja, zit wat in. Dat zei TomTom. TomTom. Van, ja. Hij leeft nog. Ja. Ruben de Bos die zei ook dat hij bang is dat net als bij de HTC One dat een aluminium behuizing ervoor zorgt dat die moeilijk te maken is en daardoor dat er schaarste ontstaat, dat die moeilijk verkrijgbaar is en dat die... Enzovoorts. Zit wat in. Ja, zit wat in. Zit wat in, dames en heren. Maar ik denk eigenlijk dat Samsung dat soort dingen wel kan voorkomen. Ja, die maken zoveel troep. Dan zullen ze ook wel in de Samsung Galaxy S5 in recordtijd kunnen maken. Zelfs met aluminiumbehuizing. Ja, daar, ik denk dat ze dat wel beter doen dan HTC. Maar, los van de aluminiumbehuizing, vinden ook heel veel mensen belangrijk dat TouchWiz een keertje wordt aangepakt. Ja, want dat is echt... Ja, weinig fans. Mark, Max en Broodje Kaas. Ja, dat snap ik wel. Want Samsung TouchWiz is wel misschien een keer toe aan een verfrissend uiterlijk. Ja, het ziet er... Ja. Het is niet heel lelijk of zo. Kijk, ik had dus laatst heb ik een oude telefoon gereviewd. Ja. De Samsung Galaxy X-Cover 2. Mm-hmm. En die had nog een eerdere versie van TouchWiz. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld die van de Note 3 of zo. Ja, dan schrik je wel gewoon een beetje. Dan denk je, jezus, dat is wel echt lelijk. Dus ik kan me voorstellen, als je nou bijvoorbeeld een S2 hebt of zo... met nog een oude versie van TouchWiz, dat je echt denkt, ja, dat is echt hondslelijk. Maar de laatste versies vind ik zelf al een stuk beter. Ja, en het voegt ook echt wel heel veel toe. Ik bedoel, een Galaxy Note zonder TouchWiz, met al die functies voor pennetje en die extra minuutjes en zo, ja, dat is toch een kaal gebeuren, kan ik me voorstellen. Tot slot, Martijn Gritter, die zegt, alleen jammer dat er volgens de geruchten een gebogen scherm in komt. Gaat niet gebeuren, zet ik een flesje wijn op. Nee? Nee, dat is te veel innovatie in een te populaire telefoon. Ja. Dat risico gaan ze niet nemen met iets als de S5. Nee. Denk het ook, inderdaad. We moeten stoppen. Dus dat doen we dan ook maar gewoon. Tot volgende week, dames en heren. Ja, tot volgende week. Dit was de 14e aflevering. 13e aflevering. Je kan mailen naar uitbuiken@draadbreuk.nl. #uitbuiken. Facebook.com/draadbreuk. Ik heb dit al zo vaak opgelepeld. Oh, trouwens, er komen wel weer een leuke nieuwe artikel aan. Ja? Ja. Er komen een heleboel leuke artikelen aan op Draadbreuk. Nou, check het zeker. En volgende week de 14e aflevering. Ja, tot volgende week.